Het is bijna zover, de 69ste avondvierdaagse. Gaat, ik zal ietsje zachter praten misschien voor de mensen die hiervoor begrijpen. Vandaag burgemeester aan het grondwoord het woord willen geven. Beste wandelaars, wat fijn dat iedereen er weer is. Wat is dan weer een mooi gezicht. Toen ik hier net naartoe liep, je merkt alweer de vrolijkheid en de reuring in het dorp. Geweldig. 69ste editie, zoals Ronald Emmers zei. Iedereen staat alweer klaar om te wandelen. En wat gaat het goed? Meer groepen, meer deelnemers. Iedereen die hier een rol wil beleven. Een leuke avond wil hebben, vier leuke avonden, sportief wil zijn, wil bewegen. Geweldig dat dit weer zo voor elkaar is. Een heel mooi evenement, dankzij de vele vrijwilligers, dankzij de E-Radio en dankzij ook de sponsoren. Let ook op de sponsoren. Wat fijn dat we dit in Lichtenvoorde en omgeving weer kunnen doen. We hebben ook net zo'n heel mooi sportief evenement achter de rug, de Special Olympics. Ook dat was helemaal geweldig. Nu zo'n mooi evenement hier. Beste mensen, ik zou zeggen, ik wens deze avondvierdaagse nog vele goede jaren. In ieder geval volgend jaar op naar de 70. Maar nu eerst de 69ste editie voor een geweldig sportief evenement. De groepen staan allemaal klaar. Iedereen ziet er weer prachtig uit. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Geniet ervan. Zing en maak plezier. En veel sportiviteit gewenst. En namens de gemeente vier hele mooie avonden gewenst. Vanavond is het in ieder geval mooi weer. En laten we hopen dat dat de komende avonden ook zo is. Beste mensen, jullie zijn hier om te wandelen. Niet om naar lange toespraken te luisteren. Nogmaals, heel veel plezier. 1, 2, 3. Hij doet het niet. Pats! Veel succes. En mag ik start. Goed van de loop van de Theresia School op de bal. Graag die voor de koning. En dan groep nummer 3, KSV Gint 1 uit Ragender. Graag opstellen die voor de koning. Als jullie even wil wachten nog, die voorzitter die wil en die zal met dat pistooltje door de slag komen. En als de voorzitter van de finale federatie ligt voor het zover heeft en jullie horen het schot, mogen jullie ook gaan vertrekken. En hij doet het! Groep nummer 4, bouwbedrijf Hoogprijs uit ZUN. Graag u opstaan voor het podium. Ja, zo zit u maar, dames en heren. Je bent nooit te klein om te beginnen met de vierdaagse. Je bent ook nooit te oud zoals deze mensen hier voor op het podium. Als speeltuin Kettenvreugd klaar is, mogen ze ook gaan beginnen aan hun vierdaagse. Veel succes en veel plezier. En dan mogen de super senioren zich opstellen voor hun eerste wandeltocht. Even naar café Hogekamp, waar een kopje koffie op jullie staat te wachten. En zo zit u naar. Ik zei net, je bent nooit te jong, maar je bent ook natuurlijk nooit te oud. Vorm een groep met buurvrienden, club, maakt niet uit. Doe mee met de 70ste vierdaagse volgend jaar. Hoe meer zullen, hoe meer vreugd. En als de super senioren al uitgerust zijn, mogen ze gaan beginnen aan hun tocht. Veel plezier. Wil groep nummer 8, speeltuig het Vosheugstuk uit Lievelburg, zich opstellen voor het podium. Wat zijn het al?
jullie hebben natuurlijk ook allemaal hele makkelijke schoenen aangedaan. Heel wat babypoeder in de zon. Ah, we houden er voor vandaag wel droog. Als de regenboog klaar is, mogen jullie ook gaan vertrekken voor deze eerste avond van deze vierdaags. Veel succes! Groep nummer 20. Speeltuin De Bleek 2. Inderdaad, zoals de voorzitter al zegt, ze kunnen nog kleiner. Ja, de foto is gemaakt en de speeltuin bleek gaan vertrekken, ook op hun eerste avond. Veel succes! Groep nummer 21, speeltuin De Elf 2. 24, speeltuin De Bleek 3. En als de regenboog klaar staat om te vertrekken, dan mogen jullie nu gaan vertrekken. Veel plezier en succes! Groep nummer 50. Seniorenschool groep 7. En zo heel langzaam loopt de markt leeg. Maar als we het publiek even wachten, als ze laatst weg zijn, dan duurt het ongeveer een half uurtje, komen de eerste alweer terug. Misschien wel meer, dat ligt eraan hoe lang ik de tijd volpraat natuurlijk. Waar waren we gebleven? Welke groep? Van Jorisol. Groep 50? Dan mogen jullie niet gaan vertrekken en vragen natuurlijk. Veel plezier. Groep 51, Pastoor van Asselen. Groep 7. Graag opstellen in de voorkomende. Hebben we nog veel groepen? Het loopt nog steeds. Doe maar. Hebben jullie er zin in? Ja. Kom op zingen. Veel succes. Groep nummer 52. De Jozefschool groep 7. Bovenkant 3. Maar aan het toch naar vragen gaan beginnen. Succes. Lieve 50. Zwaai maar goed naar de burgemeester. Want jullie mogen ook aan de tocht naar vragen gaan beginnen. Succes! Groep 56. Groep 8 van de Jorisschool. Je mag gaan beginnen aan de tocht naar vragen toe. Veel succes en veel plezier! Als Mix Markante het genoegen heeft om te willen beginnen, je mag gaan beginnen met wat vragen. Succes! Kom maar,
Laat ze eens even winnen. Dat is nou strak werk, zwart, wit, wit, zwart. En als de levering zover is, en jullie hebben er gewoon zin in, kan dat zien. Dan wens ik jullie heel veel succes op de weg naar Vragen toe. En dan komt ze weer aan. Staat weer helemaal verkeerd. Groep nummer 68. Dan komt ze weer aan. Graag opstellen hier voor het podium. Ja, je hebt de benen al ingeslagen. Goed, dan komt ze eraan. Jullie mogen gewoon vertrekken. Veel succes onderweg naar Vragen toe. Ajus. En dit waren alle groepen voor deze vierdaagse.